Dit is nieuwsuitzending nummer 160. En die gaat over quotes van Jezuïeten of over de Jezuïeten. Heel erg interessant. Ik heb deze link gekregen van Jurk Kliesman. Ik had hem trouwens eerder gezien hoor. Trouwens, dat wel. Maar wel heel fijn dat Jurk hem even weer opnieuw onder mijn aandacht bracht. Kan ik hem met jullie doornemen? Ik zal hem even oppakken. De eerste uitzending heb ik al gemaakt. Die staat nu te renderen. Even een stukje luisteren, ja? Wie zijn deze agenten? And who are these agents? They are for the most part Jesuits. An ecclesiastical order, proverbial. Een ecclesiastical order? Dat is een kerkelijke orde. Through the world for cunning, duplicity and total want of moral principle. Een total want of moral principle, totaal ontdaan van morele principes. An order so skilled in all the arts of deception that even in Catholic countries, in Italy itself, it became intolerable and the people required its suppression. The suppression. Voordat hij nou down gaat. Zelfs in Italië hadden ze op een gegeven moment helemaal genoeg van hoe de katholieke kerk zichzelf ging manifesteren. En het werd gewoon, het werd intolerable, ondraaglijk. En de mensen vroegen om deze orde te onderdrukken. Dit is opgeschreven door Samuel Morse. En dat is inderdaad de meneer van de Morsecode. En die heeft dus een boek geschreven, Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States. Dus een buitenlandse samenzwering tegen de vrijheid van de Verenigde Staten. Nou, nu gaan we iets krijgen over Abraham Lincoln. Dat wordt heel leuk. Orestes Augustus Brownson. 1803 to 1876, New England intellectual and activist, preacher, labor organizer, and noted Catholic convert and writer. Undoubtedly, it is the intention of the Pope to possess this country, America. In this intention, he is aided by the Jesuits and all the Catholic prelates and priests. If the Catholic Church becomes predominant here, Protestants will all be exterminated. Ja, en deze meneer, Chinnequi, die staat hieronder. Ja. Je kunt hem alleen maar een beetje lezen. The Papal Conspiracy Exposed. De pauselijke samenzwering geëxposeerd. En hier gaat het om. De protestanten, die worden geëxtermineerd, uitgeroeid. Nu komt Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, 1809 to 1865, 16th President of the United States of America. This war, the American Civil War, 1860 to 1865, would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits. Hier gaat het over de burgeroorlog, zo noemen we dat. Van 1860 tot 1865. Dat was een oorlog van het noorden tegen het zuiden. En dan wordt hier dus gezegd, die zou nooit mogelijk zijn geweest zonder de donkere invloed van de Jesuiten. We owe it to popery that we now see our land reddened with the blood of her noblest sons. We hebben het te danken aan het pausdom dat we ons land rood gekleurd zien met het bloed van haar meest nobele zonen. Dankjewel, meneer de paus. Though there were great differences of opinion between the South and North on the question of slavery, neither Jeff Davis nor any one of... Alhoewel er grote verschillen van mening waren tussen het noord, tussen het zuiden en het noorden over de kwestie van slavernij, nog Jeff Davis, nog ieder ander. The leading men of the Confederacy would have dared to attack the North.
Dus niemand van de federatie, dat is het zuiden, had het aangedurfd om het noorden aan te vallen. Hadden ze niet... Had they not relied on the promise of the Jesuits? Hadden ze niet uit kunnen gaan van de belofte van de Jezuïeten dat... That under the mask of democracy, the money and the arms of the Roman Catholics, even the arms of France, were at their disposal if they would attack us. Dus onder het masker, onder de verhulling, de façade van democratie en het geld en de wapens van de Romeins-Katholieken, zelfs de wapens van Frankrijk. En die zouden ze allemaal tot hun beschikking krijgen als ze us, zegt hij hier, maar als ze het noorden zouden aanvallen. The Protestants of both the north and south would surely unite to exterminate the priests and the Jesuits if they could learn how the priests and nuns and the monks which daily land... Ja, dus de protestanten van zowel het noorden als het zuiden, die zouden zeker een vereniging vormen om die priesters en jezuïeten weg te vagen als ze zouden weten hoe die priesters en nonnen en die monniken die dagelijks, ja, land on our shores, dagelijks landen op onze kusten, onder het mom van het prediken van hun religie. Ze zijn niets anders dan de emissaries, ja, de uitvoerende van de paus, van Napoleon III. And on our shores, under the pretext of preaching their religion, are nothing else but the emissaries of the Pope, of Napoleon III, and the other despots of Europe, to undermine our institutions, alienate the hearts of our people from our constitution and our laws, destroy our schools, and prepare a reign of anarchy here, as they have done in Ireland, in Mexico, in Spain, and wherever there are any people who want to be free. Nou, je weet het nog steeds. Ierland is heel arm geworden. Mexico, sommige mensen zijn heel rijk in Mexico. En Spanje, ja. Je moet er maar geboren zijn. I am so glad to meet you again, he said. You see that your friends the Jesuits have not yet killed me. But they would have surely done it when I passed through the most devoted city, Baltimore. Even voor de quotering. Dit is een quote van Abraham Lincoln. En hij moest dus door een stad heen, die heet Baltimore. En hij wist dat ze van plan waren om hem om te leggen. More, had I not defeated their plans by passing incognito a few hours before they expected me. Dus hij ging incognito en hij vertrok eerder dan dat ze verwacht hadden. New projects of assassination are detected almost every day. Bijna elke dag wordt er wel weer een moordcomplot ontdekt. Accompanied with such savage circumstances that they bring to my memory the massacre of St. Bartholomew and the gunpowder plot. Ja, dan moet je ook eventjes weten, dat is geschiedenis. The massacre of St. Bartholomeusnacht is dat. Toen zijn er hugenoten afgeslacht. En hugenoten, dat was een Franse tak van de Calvinisten. En de Calvinisten, dat was een onderdeel van de reformatie of het protestantisme. Het protest tegen de kerk. Het behouden van het goede uit de Bijbel. En protesteren tegen alles wat niet deugt. Nou, de Bartholomeus afslachtingstoestand, massacre... Kan je opzoeken op internet. Heel vervelend. De gunpowder plot, dat was een samenzwering om het hele Britse parlement, inclusief het koninkhuis, inclusief voorbijgangers, inclusief medewerkers die daar toevallig aan het werk waren, iedereen op te blazen en het hele gebouw naar de ratsmodee te helpen. Boom, boom, dood, dood. We feel... At their investigation, that they come from the same masters in the art of murder, the Jesuits. Jezuïeten kunnen moorden.
So many plots have already been made against my life that it is a real miracle that they have all failed when we consider that the great majority of them were in the hands of skillful Roman Catholic murderers. Dus dit heeft Abraham Lincoln gezegd. Er zijn zoveel samensweringen geweest tegen mijn leven. Aanslagen, pogingen, moordaanslagen op mijn leven. Dat het is een wonder dat ik nog steeds leef. Als we ervan uitgaan dat het grootste deel van de aanslagen in de handen waren van de hele behendige Romeins-katholieke moordenaars. Zonder meer getraind door de Jezuïeten. Het heeft Shinnequy opgeschreven. En het gaat over een quotering van Abraham Lincoln. Murderers evidently trained by the Jesuits. I know that Jesuits never forget nor forsake. But man must not care how and where he dies, provided he dies at the post of honor and duty. Mooi gezegd. Charles Chineke, ja. 1809-1899. Dat is dus de auteur van het boek wat je net zag. An ex-Catholic priest. From that the Catholic priests with the most admirable ability and success have gathered their Irish legions into the great cities of the United States, and the American people must be very blind indeed if they do not see that if they do nothing to prevent it, the day is very near when the Jesuits will rule their country. Laten we gewoon die zin er even uitpakken. The day is very near when the Jesuits will rule their country. De dag is nabij dat de Jezuïeten Amerika zullen regeren. Nou, en dat is gebeurd. Het is helemaal gebeurd. Door de paus is in 2015 eventjes de kleuterklas komen toespreken. Het verzamelde Amerikaanse congres. Iedereen dacht, laten we er maar naartoe gaan, want er komt daar in ieder geval geen bomaanslag. De paus is ook weer niet zo dom. Hè? En iedereen daar, en dat de paus zeggen, ja, globale verwarming, want CO2. Of zo. Zoiets. En dan iedereen, yeah. CO2 en de homo 2. Homo huwelijk bedoel ik. Ik bedoel homo 2. Iedereen, yeah. Dat is je paus, man. Kom, we luisteren nog een stukje. From the magnificent White House at Washington to the humblest civil and military department of this vast republic. Brigadier General Thomas M. Harris, 1817-1906, physician and Union general during the Civil War. The organization of the Roman Catholic hierarchy is a complete military despotism of which the Pope is the ostensible head. The Black Pope is the head of the order. Ik stop hem maar even, dan kunnen we even meelezen. Ik vertaal dit nog en dan stop ik hem. Dan ga ik kijken of ik nog een ander heel pikant stukje kan vinden. Maar hier is dus ook weer iemand die zegt dat de organisatie van de Romeins-Katholieke Kerk, dat is een volslagen militaire despotistische organisatie. Die wil echt de boel overnemen. En de paus, dat is dan het hoofd, zo wat je dan kan zien. Maar aan de binnenkant, daar zit de zwarte paus. En die is het hoofd van de orde van de Jezuïeten. En hij wordt genoemd een generaal. En hij is niet alleen de baas van zijn eigen orde, maar hij is in feite de baas van de algemene politiek van de Romeins-Katholieke Kerk. Hij is de macht achter de troon. The Jesuits and is called a general. He not only has command of his own order, but directs and controls the general policy of the Roman Catholic Church. He is the power behind the throne and is the real potential head of the hierarchy. There is no independence of thought,
or of action in its subordinate parts, implicit and unquestioning obedience to the... Kijk, dat is ook de goede, dat is precies waar het om gaat bij deze jokkers. Er is geen onafhankelijke denkwijze. Er is geen zelfstandige denkwijze. Geen vrije manier van denken. Of van handelen. In de subordinate parts, in de onderliggende delen. Het impliciet en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de superieuren in de autoriteit. Dat is de gezworen plicht van het priesterdom van elke gradatie. Ja, dat is gevaarlijke poepjes, jongens. En ze hebben 9-11 op hun geweten. Dan weten we gelijk waar alles vandaan komt. En dat is toch leuk, hè? Een goede tip van Jurk was dit. En deze zit hier nog voorbij. Nee, die heb ik al gehad. Die is ook gewoon, ja. En deze ook. Dan kijk je er even, want ik ben pas zo'n 20 minuten. Ik pak er nog een stukje uit, ja. Maar dat wordt dan de volgende. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag lief.